Mijn naam is Ted Duivenstein. We staan hier op de nieuwe tomatenkwekerij van Duivenstein Tomaten. Ja, deze kwekerij, water een heel belangrijk thema. We willen het echt circulair tot waarde laten komen. En dat is ook heel erg belangrijk om in de toekomst genoeg en goed water ter beschikking te hebben. Nou, vandaag worden de tomatenplanten geplant. Nou, hier wordt het hemelwater opgevangen wat op die kassen valt. En dat is ook maar tijdelijk. Want vanuit dit water wordt het opgeslagen in de ondergrond 30 meter diepte. En dat wordt het geconserveerd in een zandpakket. Ja, en die kunnen we dan weer omhoog halen als we water tekort hebben. Nou, wat zo bijzonder is aan deze kas, dat we circulariteit omarmd hebben. Het is verbonden met de aardwarmte aan het andere bedrijf. Het circulaire systeem en het huidige systeem hebben elkaar nodig. Maar het circulaire systeem, dat wordt eigenlijk de basis. En daar gaat het systeem op draaien. En we hebben ook het watercirculariteit verbonden met hier buiten. Die klimaatsverandering is een feit. Heftige regenbuien, droogtes wisselen elkaar af. Nou, hierachter, als een heftige regenbuien plaatsvindt, gaat het waterpeil omhoog. Ja, dan wordt er 180 miljoen kuub jaarlijks op zee afgestort. Ja, dat kan niet, want die hebben we nodig in die droge periodes. Ja, kunnen we een systeem bedenken om die 180 miljoen kuub op te slaan in de ondergrond? En gebruik maken van de natuur om dat te zuiveren. Dus alle hulp is daarbij welkom. Universiteiten, scholen, mbo, hbo, dwarsdenkers, kunstenaars. En we hoeven het niet in voor morgen, maar we moeten wel de juiste stappen zetten naar een circulair systeem. Het water echt op waarde brengen.